Hey Blokkie Gamers, welkom allemaal bij de gloednieuwe aflevering van The Sims 4 met de familie Ginnen. We zijn weer teruggekeerd bij Erik, Piet en Marietje. En we gaan vandaag, jawel, het huis bouwen in principe. Dus dat is wel hartstikke leuk. Wat voor huis we gaan bouwen weet ik niet, maar we hebben 171.000 euro ter beschikking. En ja, we gaan het zien eigenlijk. Ik denk dat we... Ja, ik wil niet helemaal hetzelfde doen als de familievriendjes natuurlijk. Kijk, als wij nou allereerst dit als hal doen. Dan hebben we hier een wc. Plus een badkamer, om zo maar te zeggen. Dan doen we... Dat is niet de goede. Dan doen we hier een soort... Ja. Hoe is dat makkelijkst te zeggen? Een leuke kamer, weet ik veel. Dan hebben we nog een keuken. Nou, die keuken hoeft eigenlijk ook niet zo mokken groot te zijn. Maar dat wil ik eigenlijk... Misschien dat het wel geinig is. Dan moet ik deze ietsjes meer uitbreiden. Ja. Dan maken we hier de keuken. Zo. En dan wil ik een aparte eetkamer hebben. Dit wordt de woonkamer. En dan maken we aan deze kant de eetkamer. Is dat goed? Ik denk het haast wel. Goed, dan wil ik er nog een tweede dinges. Kun je dat eigenlijk dupliceren? Ja, joh. En kan ik... normale muur. Hoge muur. Ja, normale muur. Dupliceren. Ik denk dat het wel makkelijk is om te dupliceren. Zo'n bom op plakken. Oh, dat is wel makkelijk. Ik wist wel niet dat dat kon. En zo leer ik ook weer allemaal dingen. Ja. Ja, 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 ja. Goed, dan hebben we die. Dan moeten we een trap hebben. Ja, dat is prima. Want, dat doen we ietsje even zo. Ja. Nou. Een beetje kleiner. Oké, top. Laten we allereerst anders eens eventjes gaan. En dan moet ik ook nog een dak hebben. Wat is leuk om een dak te hebben? Ik denk gewoon zoiets. Oh. Ja. Eentje verder. Kijk, maar dan hebben we ook een beetje aparte dingen voor het huis. Dat vind ik wel geinig. Beetje aparte daken. Zo. Dan moet ik even andersom doen. Dan doen we deze denk ik zo. En dan hier. Is dit wat? Het ziet een beetje rommelig uit, hè? Oké, dan gaan we even opnieuw doen. Goed, ik heb nu een beetje ook de ramen geplaatst. En ik zag in één keer deze soort serre ramen. Dat vond ik op zich ook wel tof. Dat zie je niet zo heel veel. Dus ik wist, laten we het zo zeggen, ik wist niet dat dat er was. En ik zie dat ik dat dak ook even ietsjes moet verhogen. Ja. Dat ziet er goed uit, dat ziet er goed uit, dat ziet er goed uit. Die nog, moet nog. Dit dak moet een tikkeltje langer. Hoppakee. Ja, maar dat zijn een soort serres. Dat ziet op zich ziet dat er wel geen uit. Deze dingen. Ik zag voor in de keuken zag ik ook deze. Die, maar die vond ik wel heel groot. Want dit is natuurlijk de keuken. Maar die vond ik wel heel groot. Dus dat heb ik maar niet gedaan. Dit hebben we dus in ieder geval nu neergezet. Dan moeten we ook nog even een buitendeur. Of een voordeur eigenlijk. Want dit is de achterdeur. Dit is de voordeur. Kan die ook een beetje in het wit? Zwart met wit. Want dat past namelijk bij de dinges. Mooi! Ja, weet je. Kijk, binnenin. Dat maakt me allemaal geen drol uit. Dat doe ik anders allemaal dezelfde kleur.
Dat maakt me allemaal geen rol uit. Die muren kijk je toch nooit naar. Ik moet naar boven. Nou, gebrek aan ramen, dat heeft dit huis niet. Ik heb nu even zo gedaan. Gebrek aan ramen heeft dit huis absoluut niet. Kan ik die ook een tikkeltje langer doen, dat het er mooi insluit? Ja, maar dan ziet dit er een beetje weird uit. Ja, maar dan sluit het namelijk mooi aan. Kan ik die ook omhoog trekken? Ja, maar dan wordt hij zo punter. Dat ziet er niet uit. Ja, maar dan sluit het er namelijk mooi op aan. Een tikkeltje lager. Ja, kijk, dat bouwen, dat doe ik niet zo heel vaak in... ik vind bouwen hartstikke leuk om te doen, maar ik doe dat niet zo heel vaak in Sims 4. Ja, dan loopt het dak namelijk mooi in op de andere daken, zeg maar. Dat ziet er wat strakker uit. En dan moet die eigenlijk ook een tikkeltje door. Misschien dat die... Ja, misschien dat deze een tikkeltje hoger moet. Juist, kijk, nou ziet het er mooi uit, want je hebt zo'n raar dingetje. Mooi! Dus gebrek aan ramen heeft dit huis in ieder geval niet. Maar dat is op zich geen probleem. Dan moeten we nog eventjes... Ja, bogen wil ik eigenlijk hebben. Ja, via twee kanten kunnen ze erin. Het is sowieso een andere indeling als de familie vriendjes. Is misschien een beetje krap hier, maar dat maakt niet uit. Dat klopt. Misschien kunnen we hier wel halve muren doen. Is dat een idee? Dat was niet helemaal de bedoeling. Misschien dat het erbij hoort, ik weet het niet. Muurtje. En die, zo. Maar volgens mij heb je wel halve muren. Toch? Juist, halve muren. Oh, wacht, wacht. Wat heb ik nu aangepast? Nou, maakt ook niet uit. Maar hier werkt het, in de Sims 4 werkt het een beetje anders, want ik wil halve muren hebben. En dan zo, en dan hier. Dus een opening hebben. Er valt niets te veranderen. Oké. Wat is dit? De eetkamer. Met enorm veel ramen. Dan ga ik even de vloeren doen. En dan beginnen we langzamerhand ook met inrichten eigenlijk. Shit, dan ben ik wat vergeten. Kan ik nog een fundering doen? Kut. Ik vergeet het altijd. Om een fundering te doen. Kak! Waarom vergeet ik dat altijd? Jongens, kan ik er nog een... Kan ik er nog een fundering onder doen? Dat zouden jullie me dat willen vertellen. Want nou is het weer gelijk met de grond. En dat is eigenlijk, dat heb ik met de familievriendjes ook gedaan. Dat was eigenlijk niet helemaal de bedoeling, zeg maar. Maar goed. Verder. Deze die mag in principe hier, denk ik. Misschien dat het huis wel een beetje vlak aan straat staat, hoor. Maar dat maakt niet uit. Steen. Kei veel kiezels, jouwe. Doet zo. Dan wil ik nog eventjes een hek hebben. Ja, dan moet je een muur plaatsen. Hè. Dat vind ik ook zo vreemd. En dat wil ook niet. Is duur. Oh nee toch. Terras. Ik wil alleen maar een hek. Wacht even. Hoe gaan we dat doen? Ik doe het gewoon eerst even zo.
Kijken wat hij gaat doen. Juist! Dat is wat ik zocht. Die mag ook weg. Kijk, dan hebben we een mooie heg namelijk. Wat is het verschil tussen deze hoge haag? Goede privacy haag. Wat is het verschil? Weet niet. Je hebt ook nog bloemetjes. Dat is ook wel leuk. Kost wel wat extra meer geld. Dat maakt niet uit. Oké, okay, dan hebben we nu een haag. En dan is het nou in principe eigenlijk een beetje een kwestie van inrichten. Dus ik zie jullie zo meteen als het huis is ingericht. Tenminste, goede deels is ingericht. Ik zal mee benieuwd wat ik ervan kan maken. Ja, maar ouwe, wat is dit voor televisie? Dan doe ik die weg. Jezus man, wat is dat voor televisie? Lekker hoor. Kijk, ik heb de keuken nu gedaan met twee plantjes, et cetera, et cetera, et cetera. En een mooie eethoek, vond ik ook wel geinig. En dan heb je dus blijkbaar dus ook die. Nou, ik vind die zo erg. Hebben wij ook een twee ding? Ik heb er natuurlijk nog niet alles omgrendeld. Dan moet je eigenlijk een tikkeltje naar achteren. Zodat ik hier ook nog een salontafel kan doen met glas. Vind ik altijd wel mooi. Weet ik veel, dat staat leuk. Op een haard. Krijgen we brand van? Ik weet het. Maar het is wel leuk. Dan doe ik denk ik dat raam ook weg. Oh shit. Goed dat ik het nog zag. Mooi. Ja, wat is het ook voor televisie, man? Goeiedag, joh. Plantje. Oh, hier wel in de hoek. Hebben we nog een leuke plant? Een grote plant. Ja, het moet wel een beetje gezellig zijn, natuurlijk. Schilderijen. Ja, weet ik veel. Ik pleur altijd maar wat neer. Aan schilderijen. Weet ik veel. Planten hebben. Beelden is misschien ook wel geinig. Klassiek paaltje. Dat is ook weer veel te klein. Ik wil een groot beeld hebben. Mag dat? Ja, dit is wel tof. In de dinges. We moeten een beetje natuurlijk op het geld letten. Vogelbadje. Ja, maar dat is voor achterthuis. Nou, dan hebben we in ieder geval de woonkamer ook wel deels gehad. En dan moeten we ook nog even hier. En dan boven ook nog. Nou, ik heb in ieder geval grotendeels het huis volledig ingericht. We hebben de... Nou, in ieder geval, je komt binnen. Je hebt rechts de benedenbadkamer. Nou, dan heb je links de keuken, plus de eetkamer, plus de woonkamer. Waar ik eigenlijk nog één ding erbij zou willen doen. En dat is precies een lamp in de hoek. Weet je, dat vind ik altijd wel, wel leuk staan. Zo'n lamp in de hoek. Hoppakee. Nou ja, in ieder geval de hobbykamer. Met een paar dingen. Ja, waar ze kunnen darten en weet ik veel wat. Een computertje erbij. Dart, een ezel, een boekenkast. Nou, dan kom je boven. Dan heb je hier badkamer 2. Nou, niet heel interessant. Dan heb je badkamer 3. Want ja, we hebben een beetje ruimte over. Dus doen we 3 badkamers. Dit wordt de slaapkamer van pa en ma. En dit wordt denk ik de slaapkamer van Erik, waar hij alle vrouwtjes te pakken neemt. Verder hebben we daar nog 2 open ruimtes. Die laat ik nog even voor wat het is. Waarom? Omdat ik daar denk ik wel... ja, mocht er ooit kinderen komen, dan maken we daar iets leuks van. Anders zou ik het ook niet weten. We houden de eerste 2 dus eventjes vrij. Dan schikt er eigenlijk nog 1 ding. En dat is eigenlijk... de achtertuin. Hoppakee. Oké, dat ging niet helemaal goed. Een zwembad.
want we hebben nog geld over. Zo. Hoppakee. Nou, dan kunnen ze in principe helemaal omheen. En ik denk dat er hier een... weet ik veel, een paar bomen komen te staan. Niet van die morgen geworden ding. Een paar struiken. Ja. Zoiets. Het is natuurlijk nu winter, dus ze zien er momenteel niet uit. Die. En die. Zodat we hier dan nog een ding eens kunnen maken. Dat vind ik ook altijd wel geen, hoe heet dat? Een moestuin, bijvoorbeeld. Barbecue. Heel belangrijk. Als het zomer is. Dat is wel leuk. Wat is dit? Decoratie. Ja, wat heb je allemaal? Van alles nog wat. Orkaanschild. Zo in de hoek. Ja, we moeten toch iets met ons geld. Lichtstoelen. Heel belangrijk. 3 stuks. Ja, verlichting. Nou ja, dit hebben we in principe allemaal niet nodig. Een boord, nou, dat hebben we niet. Dan wil ik eigenlijk nog even die en dan oppervlakken diversen. En niet dit stukje, dit is voor de beste mens. Omgevoerd een handige tafel. Zo. Volgens mij heb je zelfs een parasol, of niet? Ja, ja, tuinparasol. Ja, nou ja, goed. Comfort, diverse banken. Picknicktafel, als het kan. Die is er wel, want die hebben we ook bij de familie vriendjes. Maar ik zie hem zo 1, 2, 3 niet. Pik. Juist. Zo, en als laatste hebben we nog eigenlijk een beetje de verlichting. Ja, de verlichting, ja. Is het, oh, misschien is het wel geinig om... Ho, oh, ik moest op E drukken in plaats van K. Hier een lampie, daar een lampie. Nou, hier een lampie, daar een lampie. Ja, en hier hoeft het niet zo donker te zijn. En daar nog een keer eentje in het midden misschien. Ziet er niet uit. Zit het er zo midden. Kijk, top. Hebben we dus ook een achterkant plus een huis. Dus in principe ziet het huis er dus nu zo uit. Kijk, het is daar natuurlijk nu wel licht. Maar zo ziet het huis eruit. Laat eventjes in de reacties weten wat jullie van het huis vinden, jongens. Dan gaan we de volgende keer gaan we lekker spelen. Mochten jullie nog een paar dingen willen hebben wat ik vergeten ben, laat het eventjes weten. Want we hebben natuurlijk nog hartstikke genoeg geld. Ik zie dat het zwembad nog even moet aan worden gepast. Laten we dat nog als laatste even doen. En dan vind ik het ook mooi geweest. Wat is dit? Wasachtig zwembad. Oh. Oh, dat vind ik mooier. Juist. Ja, mooi. Zwembad. En dan die erbij. Onderstromen. Dan komen er van die belletjes eruit. Dat is wel geinig. Moet het natuurlijk wel synchroon zijn, anders kan ik het niet in. Juist. Ja, een beetje steenachtig is ook wel leuk. Kunnen ze daar erin? Wat is dit? Mozaïek stikken. Van de water. Is niet echt nodig. Lichtportaal. Dat kan nog wel eens handig zijn.
Dan heb je s'avonds onder, als het donker is, ook nog een beetje licht als je aan het zwemmen bent. Ze zullen wel niet zo groen zijn, maar maakt niet uit. Dus laat het eventjes weten, jongens. Wat jullie van het golfslagbad. Pardon? Oh. Dus als ik dit zo doe. En ik zet hem op leven. Kom, krijgen we een oven. Nou ja, maakt ook niet uit. Jongens, ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Laat even in de reacties weten wat jullie ervan vinden. Heb ik het mooi gedaan? Ben ik nog wat vergeten? Noem maar op. En dan zie ik jullie heel graag de volgende keer weer. Bij een gloednieuwe video. Dan maak ik eventjes een mooie duimnagel. En dan zie ik jullie heel graag de volgende keer weer. Kalm!